bijzonder record in handen. Wij zijn namelijk officieel het langste volk ter wereld. Gaat ie goed? Ja. Ja, nog een stukje verder. Reden voor ons om langs te gaan bij Rob Bruintjes. Hij is voorzitter van de Stichting Lange Mensen Nederland. Hoi. Zeg. Hallo, goedemiddag Rob. Hey. Ja. Ja, je bent echt inderdaad gewoon best wel groot. Maat 54. Nou, dat is hem. Hebben wij. Inderdaad, certificaat. De werelds langste bevolking zijn de Nederlanders met een gemiddelde lengte van de man van 184 centimeter. Nou ja, daar ga je wel een beetje overheen. Mooi. Koffie? Zo, die lekker. Alsjeblieft. Nou, proost. Echt alles hier in huis is dus aangepast. Moet je even kijken. De keukenkastjes. En zelfs de stoelen zijn aangepast. Want Rob, hoe lang ben je eigenlijk? Ik ben 2,21. 2,21 meter. Ja. Nou, dat is best lang. Er zijn best veel lange mensen in Nederland, toch? Ja, totaal zo'n 1 miljoen in Nederland. Dus ik voel me niet echt alleen. Want hoeveel volgers heeft jullie stichting? De stichting heeft zo'n 40.000 volgers op dit moment. En dat gaat lekker de hoogte in om in stijl te blijven. Kijk. Ja. De gemiddelde Nederlandse man is 1,84 meter. En de gemiddelde Nederlandse vrouw is 1,71 meter. Dat is best lang. Zeker als je het vergelijkt met het kleinste volk ter wereld. De Indonesiërs. Dat is meer mijn richting. De gemiddelde lengte is daar bij de man 1,58 meter. En bij de vrouw 1,47 meter. Nou, zou de gemiddelde Nederlander heel goed uit de voeten kunnen met deze caravan. Maar ik ben benieuwd of dat ook voor Rob geldt. Uitdaging. Nou, uitje. Welkom in Madurodam. Ik zit er alle kanten opgesloten. Nee, dit is standaard. En ja, ik ben nog niet bepaald standaard, zoals je ziet. Ziet hij niet echt uit als vakantie? Tja, Rob, dit gaat hem ook niet echt worden, hè, geloof ik. Nee. In de vliegtuigstoel zie ik je ook niet echt passen. Nee, vliegen is absoluut een uitdaging. Het is heel veel lobbyen. Stichting Lange Mensen is daar druk mee bezig om wat meer leefruimte gewoon te krijgen. Ik zou ook wel eens een keer willen liggen zoals jij ligt. Ja, snap ik. Ja. En nu nog zitten? Nee, dat wordt er echt niet. Nee, het zit nu helemaal vol. Nee, laten we er maar mee ophouden, want dit, nee, dit gaat er niet worden. Nee. Nou zijn we de afgelopen 100 jaar gemiddeld 20 centimeter langer geworden. Als dat zo doorgaat, dan zijn we over 200 jaar zo lang als u. Heeft u nog tips? Ja, alles gewoon aanpassen op die grote groei die er nog aan gaat komen. En dat lijkt me de beste oplossing. En eerlijk gezegd ben ik daar ook wel heel erg blij mee.